Hey, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik ben dol op het haken van popcornsteak. En we zijn nu druk bezig met granny's haken. En ik heb ervoor gekozen om een granny te gaan haken met popcorns erin. Zelf vind ik dat heel erg leuk. Nou, ja, ik vind hem ook heel mooi geworden. Leuk lapje om te haken. Kost wel wat meer garen door al die popcorns. Maar ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik hou wel van dit soort driedimensionale lapjes. En wens je heel veel plezier weer met het maken. We starten met het haken van 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan een ringetje maken door hem te sluiten met een halve vaste. 3 lossen. Dat is het eerste stokje. Nog 1 stokje ernaast, 3 lossen, 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes, 3 lossen. 3 stokjes. 3 lossen. En nog 1 stokje. Dan haken we een halve vaste in de derde losse van het begin van deze toer. Die 3 lossen die waren samen 1 stokje. Dan heb je aan elke kant 3 stokjes met 3 lossen ertussen. We haken 3 lossen en we haken een popcorn van 5 stokjes in het volgende stokje. We haken de stokjes helemaal af, maken de lus wat groter. Dan gaan we naar het eerste van die 5 stokjes. Dan steken we de naald in, we pakken de lus op en die trekken we aan. Dat is de eerste popcorn. 5 stokjes in de 3 losse opening van de hoek. Gaan we weer een popcorn haken op de eerste. Dus 5 stokjes. 3. 4. 5. Gaan we terug naar het eerste stokje. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is deze. En de lus er strak doorheen trekken. Een losse om hem te sluiten. Dan blijft hij mooi strak. Een stokje in de middelste. En in het derde stokje gaan we weer een popcorn haken. Vijf stokjes. Gaan we weer naar het eerste stokje toe. Lusje erdoor, aantrekken en een halve vaste. In de hoek haken we 5 stokjes. Dan komt er weer een popcorn. Drie. 5, 2, 3, 4, in deze. Dit vind ik zelf de mooiste manier van popcorns maken. Want ze blijven gewoon echt mooi op je werk liggen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gebeurt een enkele keer. En weer 5 stokjes in de hoek. 3, 4, 5. 5 stokjes om weer een popcorn van te maken. 3,
4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is deze. Een stokje in het midden. En dan gaan we weer een popcorn maken. Vier. Vijf. In de hoek weer vijf stokjes. Drie. Vier. Vijf. En dan hebben we nog één popcorn over. Drie. Vier. Vijf. En dan sluiten we met een halve vaste in de derde losse van het begin van deze toer, want dat was het eerste stokje. Dat is soms even pielen, zeker omdat er een popcorn naast zit. En die maakt de steek wat strakker. En nou wil die even helemaal niet. Ja, hebben ze. Zo. De hoeken met tussendoor steeds twee groepjes, of een groepje van twee popcorns en een stokje ertussen. Nou, haken we drie lossen. Dat is het eerste stokje. Nog twee lossen, want dan gaat hij de bocht om. Dan haken we een popcorn in het stokje na de vorige popcorn. Twee. 3, 4, 5, een popcorn. Dan gaat er in de volgende steek één stokje. In de middelste gaan drie stokjes. 1, 2, 3, dat is weer de hoek. Volgende gaat één stokje. En op het laatste stokje gaat weer een popcorn. 1. 2. 3. 4. 5. Excuus. Dan haken we twee lossen. En dan gaat er een stokje in het stokje tussen de popcorns in. Dus de popcorn die slaan we over. Weer twee lossen. En dan komt er een popcorn in het eerste stokje na de popcorn. Twee. Drie. Vier. Vijf. Eén stokje in de volgende. Drie stokjes in de hoek. 1, 2, 3. Eén in de volgende. En weer een popcorn in de laatste. 2, 3, 4. Twee lossen, een stokje in het stokje tussen de popcorns, twee lossen en een popcorn na de popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Een stokje, drie stokjes in het hoekje,
een stokje. En een popcorn in de laatste, net voor de popcorn. 2, 3, 4, 5. Door de popcorns is het wel een wat bewerkelijker lapje om te haken. En doe je er wat langer over. Dus mijn filmpje zal dit keer ook wat langer worden, vrees ik. Oh, nou vergeet ik 2 lossen. En weer een stokje in het stokje. 2 lossen. En dan gaan we de volgende popcorn. Drie stokjes in het midden. Eén stokje. En 3 stokjes bij de laatste. Of een popcorn in de laatste. Vijf. 2 lossen. En we sluiten hem. In de derde losse aan het begin van deze toer. Met een halve vaste. Dus wat hebben we gedaan? We hebben steeds groepjes van 2 popcorns. Met daartussen 2 lossen en een stokje. En in de hoek hebben we 1 stokje, 3 stokjes, 1 stokje gehaakt. Leuk wordt die, hè? Tenminste, ik vind hem heel leuk worden. Nou, gaan we even met een halve vaste om de toer heen. 3 lossen voor omhoog en 2 voor opzij. En dan gaan we eigenlijk herhalen wat we al gedaan hebben. Dus we gaan weer starten met een popcorn net na de popcorn. Weer 1 stokje, 3 stokjes, 1 stokje, popcorn. Vijf. 2 lossen. Dan gaan we een stokje haken om de 2 lossen. 2 lossen. Weer een stokje om de 2 lossen. 2 lossen. Popcorn. Drie, vier, vijf. Eén stokje. 3 stokjes. 1 stokje. Popcorn. Twee lossen, stokje om de 2 lossen, 2 lossen, stokje erom. Even een slokje van mijn thee nemen. Anders is die zo helemaal koud. En dan gaan we weer een popcorn. 3. 4, 5. Stokje.
drie stokjes. Stokje. Popcorn. Ik vind zelf die popcorn zo leuk om te haken. Ik heb er ooit een deken mee gemaakt met het hele alfabet. Naar een patroon van Annemarie Arts van Haakidee. En dat was zo leuk om te doen. En elke letter bestond uit popcorns. Die deken is voor mijn zoon geworden en die is daar zo blij mee nog steeds. Nou, ik heb hem al een aantal jaren. Maar hij slaapt er nog steeds heel graag onder. Twee, drie, vier, vijf. En op de een of andere manier ben ik sinds die deken helemaal weg van popcorns haken. Alleen al ja, het woord. Vind ik al superleuk. Komt er weer een popcorn. Ik zit ondertussen even naar mijn bolletje garen te kijken. En ik hoop dat ik het ga redden. En anders moet ik even naar boven lopen. We sluiten de toer weer in de derde losse. Want je had er drie omhoog en twee opzij gehaakt. Kijk, weer een stukje af. Leuk, hè? Excuus. Nou, gaan we nog een toertje haken. Weer even een halve vaste om. De halve vaste heen, zodat je iets opzij gaat. 1, 2, 3 met nog 2 voor opzij. Dan gaan we weer een popcorn. Ja, de hoekjes weet je inmiddels. 1 stokje, 3 stokjes. 1 stokje met aan beide kanten een popcorn. Met 2 lossen. En dan gaan we weer om de lossen. Oh, geen vaste haken, maar een stokje haken. En dan gaan we weer met de popcorntjes en de stokjes ertussen. En lossen. En de een stokje, en weer de volgende popcorn. Twee lossen. Stokje eromheen.
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 lossen. Vier, vijf, twee, drie, drie, vier, vijf, nou, het wordt een flink lang filmpje, zie ik al. We sluiten weer in de derde losse. Even kijken. Nog één toer. Even een slokje thee tussendoor, hè? Nou, de laatste toer gaan we de hoek ietsjes anders doen. Omdat ik een mooi vierkant wil krijgen. Een halve vaste. 2, 3 plus 2 is 5. Gaan we de popcorn haken. 3, 4, 5. In de volgende steek. 5. Goed kijken, ja. Hier. 1 stokje. Nu gaan we 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes haken. Dat is de hoek. Is het straks makkelijker met de rand eromheen haken. 1 stokje, popcorn. 1, 2, 3, 4. 5. Twee lossen. Twee lossen. Stokje. 2 stokjes. 2 lossen. En nog 2 stokjes in de middelste. 1 stokje. Popcorn. Oh, en ik ga het redden met mijn garen, gelukkig. Dat is altijd weer fijn.
zijn we weer. Popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Eén stokje. Twee stokjes. Twee lossen. Twee stokjes. Eén stokje. Popcorn. Drie. Vier. Vijf. Twee lossen. Stokje, twee lossen. Stokje. Twee lossen. Stokje, twee lossen. Volgende popcorn. Twee. Drie. Vier. Vijf. Twee stokjes, twee lossen, twee stokjes, één losse, of één stokje, een popcorn, 1, 2, 3, 4. Twee lossen. En dan hebben we bijna de toer af. En dus daarmee ook bijna het lapje. Een halve vaste in de derde. Nou, dit is het lapje geworden. Ik hoop dat je het leuk vond om hem te haken. Ik vond hem in ieder geval heel erg leuk om te haken. Ik vind het resultaat fantastisch geworden. En ik wens je er heel veel plezier.